Weet je, jij hebt net zowel spieren als Arnold Schwarzenegger. Alleen is er wel een klein verschilletje. Die 600 stuks die jullie allebei hebben, daar is de grootte van de spieren tussen jou en die van Arnold Schwarzenegger nog wel verschillend. Gelukkig maar. 2.3 gaat dus over spieren. En spieren zijn niet anders dan vlees, of vlees zijn spieren. Zoals je hier kan zien op de barbecue. En je ziet daar een stuk rib nog zitten. En de rest zijn de spieren. En die spieren, die 600, hebben allemaal verschillende namen. Gelukkig hoef je die niet uit je hoofd te kennen. Een paar belangrijke wel, maar daar komen we nog wel op bij de opdrachten. De onderdelen van een spier moet je wel uit je hoofd kennen. Links zie je dat witte gedeelte. En dat taaie, stevige gedeelte is een pees. En daarmee zit een spier vast aan een bot, zodat je kunt bewegen. Dit gedeelte is de eigenlijke spier. Je ziet dat er ook nog een vlies omheen zit. Maar die eigenlijke spier kun je ook weer in stukken onderverdelen. Bijvoorbeeld dit, een spierbundel met ook daaromheen weer een vlies. En in dat vlies, daar zitten de spiervezels. Nou, als ik dit doormidden snij en ik kijk zo naar het plaatje, dan zie je daar die doorsneden zitten. En dat is zoals vlees eruit ziet. Je ziet links een spier waar de biceps, de armbuigspier, gespannen is. Je kan dat zien omdat die kort is en dik is. En de spier daaronder, de triceps, die zie je lang en dun. Wanneer je arm gaat strekken, zie je dat de biceps langer en dunner wordt en de triceps korter en dikker. Dit zijn dus twee spieren die samenwerken. Antagonisten noem je dat. Dat komt omdat spieren alleen maar kunnen trekken en niet kunnen duwen. Daarom heb je voor iedere beweging die je met een buigspier maakt, een strekspier nodig om de omgekeerde beweging te maken. En andersom natuurlijk. De man hier heeft overduidelijk last van kramp. Maar wat is dat nou eigenlijk, die kramp? Nou, als je hier kijkt, zie je dat terwijl je voet op de grond staat, dat je kuitspier, daar rechts bij het linkerplaatje, ontspannen is. Wanneer je op de toppen van je voet gaat staan, dus op je tenen gaat staan, dan trekt die spier samen, die strekspier. Maar wanneer die nou vermoeid raakt en er zich afvalstoffen inkomen en hij niet meer goed kan ontspannen, dan staat je voet op de grond en dan is die strekker nog steeds gespannen. Dat is het plaatje rechts. Dat is kramp en dat doet zeer. Wanneer je dan niet stopt en nog door zou kunnen gaan, loop je kans op een spierscheuring, zoals je in dit plaatje ziet. En dat is heel pijnlijk en duurt ook lang voordat het hersteld is. Peristaltische bewegingen ontspannen de lengtespieren op de plek van de voedselbrok en knijpen de kringspieren samen vlak achter de voedselbrok en zo knijpen ze hem verder.